top 10 weetjes van GTA opnoemen. 10. De ontwikkelings- en marketingkosten van GTA 5 bedroegen tussen de 200 en 265 miljoen euro. Het was destijds het duurste spel dat ooit gemaakt was. Op de eerste dag van het release bracht het spel 800 miljoen op. Na 3 dagen bereikte GTA 5 de grens van 1 miljard dollar. Een recordgetal. 9. GTA 5 heeft in totaal 7 Genius wereldrecorden verbroken. 1. De beste verkochte actie-avontuurspel in 24 uren. 2. Beste verkochte spel in 24 uren. 3. Snelste vermarkt die 1 biljoen dollar bruto heeft gemaakt. 4. Snelste spel dat 1 biljoen dollar bruto heeft gemaakt. 5. Hoogste spel in 24 uren. 6. Meest weergaven op trailers voor een actie-avontuurspel. 7. Snelste product dat in 24 uren weer geld heeft gemaakt. 8. De tekst/font dat in iedere GTA-spel is gebruikt is Price Down en is geïnspireerd door een televisieshow genaamd The Price is Right. 7. Een vrouw klaagde Rockstar Games aan omdat de ene meisje in een bikini in GTA 5 te veel op haar leek. En ze had de zaak gewonnen en Rockstar moest een hoge boete betalen naar de vrouw en moest ook de karakter uit de game halen. Ja, uit de loading screen. Als je GTA opstart, krijg je toch al die screenshot en zo. Daar had je ook die vrouw met de bikini, maar die is nu weggehaald. Absoluut niet beste. En na de game release wou ze ook dat haar foto uit de cd werd gehaald. Op de cd cover heb je toch haar foto. Ja, ze wou ook dat die weg werd gehaald. Maar dat is natuurlijk onmogelijk. Dat is niet gebeurd. 6. EA, aka Electronic Arts, wou Rockstar Games kopen voordat GTA 4 uitkwam in 2008. 5. Voordat GTA 5 uitkwam, had een groep jongeren op GTA Forums de GTA 5 map voorspeld met alle informatie die ze konden krijgen door trailers, screenshots, interviews en veel meer. 4. De hoofdpersonage in het spel GTA 4 is geïnspireerd door een Russische acteur genaamd Vladimir Mashkov. Hij is bekend uit een film genaamd Behind Enemy Lines. Rockstar Games wou eerst de acteur inhuren om Nico zijn stem in te spreken, maar hij wou het niet doen. In het spel kan je ook de acteur zijn kleren aandoen. Trouwens, ze lijken ook heel veel op elkaar. Everybody, this is Nico Bellic. Stay tuned and stay affected. 3. Rockstar Games huurde gewoon echte criminelen om het spel meer realistisch te maken. De criminelen spraken de gangsterstemmen in. En een van de criminelen was gewoon 1 dag geleden van de opnames uit de gevangenis gelaten. 2. Hot Coffee. Sam Hauser, aka de GTA en de Rockstar Games president, wou dat in GTA San Andreas mensen gewoon seks konden hebben met elkaar. Maar nadat het spel af was, kreeg hij een waarschuwing dat dat niet mag in het spellen en wou het niet verwijderen, maar wou het op slot zetten zodat niemand dat kon doen. Toen een modder uit Nederland de codes inging van het spel, zag hij de seksscène en had het blootgelegd. En toen zat Rockstar Games diep in de problemen. In een interview van Sam Hauser zei hij dat als hun de hele scène verwijderd hadden, dan had dat een kettingreactie veroorzaakt hebben en de hele spel kapot maken. 1. Devil Darnell Moore, ook wel bekend als de GTA-moordenaar. Op 7 juni 2003 werd een jongen heel erg verslaafd aan een spel genaamd GTA Vice City. Hij speelde het zo vaak dat zijn leven gewoon GTA was geworden. Dus hij deed alles wat een GTA kon. In het begin had hij een auto gestolen en werd vervolgens opgepakt door de politie. Bij het politiebureau pakte hij een geweer van een politieman en schoot hem neer.
Vervolgens schoot hij nog 2 politiemannen neer en stal een politieauto. Ongeveer 2 jaar lang in de cel kreeg hij de doodstraf. Ja, dit is Devin Darnell Moore. Hij heeft 3 jaar in de cel gezeten en hij kreeg de doodstraf vervolgens. En dit zijn de 3 politiemannen die dood werden geschoten in de scène. Devin Darnell Moore zei voordat hij doodging: "Life is like a video game. Everyone has to die sometime." Dus hij bedoelt: leven is net als een spel. Iedereen gaat op een dag dood.